The Stichting Touroperators en Lodgehouders in Galibi is momenteel in de fase van oprichting. Afgelopen weekend hebben ze het initiatief genomen om de stranden en banken in de buurt van Galibi schoon te maken. Charles Kayuramari, touroperator en lodgehouder van Galibi, zegt dat de stichting zich voorbereidt op het toerisme gebeuren dat om en bij 2 jaar is stilgelegen vanwege de COVID-pandemie. Het zeeschildpaddenlegseizoen gaat beginnen, dus wij willen invulling geven aan een van onze doelstellingen, zegt de touroperator. Omdat wij zelf, wij zijn zelf van Galibi en gezien dat wij aan toerisme doen en het legstrand van de zeeschildpadden, dus rondom Galibi en het Galibi Natuurreservaat, het is verschrikkelijk vervuild. Er is heel veel zware vuil, aangespoelde visnetten, plastic flessen. Alles, er is heel veel troep op het strand. En dat is ook vorm van belemmering op het legstrand van de zeeschildpadden, of voor de zeeschildpadden althans. En het is nu legseizoen van de zeeschildpadden, februari tot eind juli. En wanneer wij dus zeg maar het zo laten, dan vriezen wij dat de zeeschildpadden niet meer aan land kunnen komen om hun eieren te leggen. Dan hebben wij dus onderling, dus de touroperators van Galibi, de namen die ik daarnet heb genoemd, en de lodgehouders, we zijn aan tafel gegaan, we hebben gesproken en toen zijn we met het idee gekomen en met het voorstel om zelf een begin te maken om het legstrand schoon te maken. De stichting zal zich blijven inzetten voor natuurbehoud, een schoon milieu, cultuurbehoud en ontwikkeling. Dit zal gedaan worden in samenwerking met andere organisaties uit het dorp en Paramaribo, middels activiteiten voor het behoud van de natuur, in het bijzonder de legstranden en de visserij. Omdat alles duur is, je moet middelen hebben. Je moet geld hebben om je te verplaatsen bijvoorbeeld. En dat hebben we niet. In feite zou de overheid ons moeten helpen. Maar u weet het zelf, we zitten in een crisis. Maar als we op de overheid blijven wachten, dan gaat het niet lukken. Is er een sein gegeven naar de overheid toe, naar de beleidsmakers toe? We hebben een schrijver gericht ook naar natuurbeheer. Dus sowieso weet de overheid, via natuurbeheer althans, Sunasie hebben we ook op de hoogte gesteld. En ik denk met dit gebeuren, waarmee we gestart zijn, wanneer zij de beelden gaan zien, dat het een eye-opener is voor de overheid. Verschillende organisaties hebben deelgenomen aan deze eerste activiteit.